Bij tientallen imkerijen in Nederland was het afgelopen weekend open dag. In Naaldwijk waren onder meer de pluktuin aan de Kleine Achterweg en speciaalzaak de Werkbij aan de Rijnsburgerweg geopend. Imker Marja maakt bezoekers enthousiast voor de bij. Als ik in de kast kijk dan ben ik iedere keer weer verwonderd en sta ik weer verbaasd van hoe bijzonder dat een bijenvolk in elkaar zit. En dat wil ik ze heel graag meegeven. De bij is de laatste tijd veel in het nieuws. Zo sterven nog veel bijen door bestrijdingsmiddelen, zoals imidaclopriet. Staatssecretaris Van Dam kondigde woensdag een verbod aan. Het middel is populair onder tuinders. Het is essentieel om luizen te bestrijden. Een alternatief middel is nog niet voor alle tuinders voorhanden. Maar met een verbod op het middel ben je er nog niet, zo waarschuwen imkers. In de kassen is nu een bestrijdingsmiddel wat verboden gaat worden. Alleen in de bouwmarkten en dergelijke is het allemaal nog vrij te koop. En daar zouden wij ook graag voor willen pleiten dat dat minder wordt. En dat mensen zich ook bewuster worden van wat doe ik eigenlijk in de natuur? Strooien en spuiten. Iedereen kan bijdragen aan een betere bijenstand, zegt de Imker van de Werkbij. Nou, in eerste instantie geen uh, bestrijdingsmiddelen gebruiken. En in tweede plaats uh, veel meer diversiteit aan planten en bomen zodat er dus meer biodiversiteit komt. Tuinbouworganisatie LTO is tegen een verbod op imidaclopriet, omdat tuinders geïnvesteerd hebben in dure waterzuiveringsinstallaties die het middel uit afvalwater filteren. Bij de pluktuin en de werkbij zijn overigens genoeg bijen aanwezig. Van de was worden kaarsen gemaakt en bijen zorgen voor gevulde potten met honing.